Hey allemaal, welkom bij deze nieuwe video en vandaag ga ik jullie vragen beantwoorden op de vraag die jullie gesteld hebben bij de Anubis Q&A. Ik heb mijn telefoon hier liggen met daarin alle vragen die in de comments gesteld zijn. Dus laat ons maar snel beginnen en let's beantwoord. Oké, de eerste vragen zijn van catpetrova.diary. Sorry als ik jullie accountnaam niet 100% goed uitspreek, doe mijn best, maar goed. Ben zo blij dat je nog eens een Q&A doet. Thanks! Het was een heel spontaan idee wat opkwam toen ik daar bij het huis op die locatie zat. En ik dacht, oh, waarom niet? Even een video maken, heel kort, en een aankondiging doen. Dus bij deze. Ik heb enkele vraagjes. Welk boek van Anubis is je favoriet? Ik heb alle boeken, zoals je ziet, liggen die hier. En in dat kastje daar liggen ook nog de andere boeken. En als ik die mag meetellen, dan kies ik het boek voor Geheimen als favoriet. Omdat de boeken van de serie, die zijn toch wel altijd heel erg om Nienke en een klein beetje de club. Maar die zijverhalen, die lees je amper in die boeken. En soms staan er wel kleine details die je niet ziet in de serie. Maar alsnog vind ik dan dat boek voor Geheimen toch wel net iets leuker om te lezen. Omdat dat eigenlijk wel totaal nieuwe content is. Je ontdekt iets van elk karakter wat je misschien helemaal niet verwacht had. Dus die is dan toch wel mijn favoriet. Wat zijn je favoriete underrated friendships van de show? Mijn grootste underrated friendship is de vriendschap tussen Fabian en Appie. Ja, I'm so sorry. Ja, ik weet niet of er voor Ab bij de club komt sprake was van een vriendschap tussen Fab en Ab. Maar, oh my god, als je later vanaf dat Ab echt bij de club zit, die kleine interacties tussen hun ziet, I love it. We kunnen het nu ook gewoon over de classic vriendschappen gaan hebben, maar het gaat over een underrated. En dan vind ik die vriendschap, ja, underrated. Misschien, als je er nog nooit echt op gelet hebt, ga dat een keer doen als je de serie kijkt. En ik ben het de laatste tijd ook aan het doen. Aan het letten op dingen die ik nooit eerder gezien heb. Of die me nu pas opvallen dat bepaalde mensen bepaalde acties doen ofzo. Dat is heel leuk om te doen. Dus je moet jezelf een beetje een spelletje maken om dingen te ontdekken die je nog niet wist. Hey, just do it. Als er nog een seizoen zou komen, wat zou je nog allemaal willen zien? Eerst en vooral, eerlijk, voor mij hoeft er geen seizoen meer te komen. Anubis is mooi geweest. Het was een mooi tijdperk, zullen we maar noemen. Is nog steeds leuk om te kijken. Maar ik sta echt niet te wachten op nieuwe content. En ik denk met mij de acteurs ook niet. En heel veel andere mensen ook niet. Het is heel mooi geweest. Het was een groot succes. Het heeft mensen groot gemaakt. Kijk maar naar Ach, die is begonnen in Anubis en kijk waar hij nu staat. Hij maakt zelfs zijn series. En dat zeg ik nu even niet omdat ik helemaal fan van hem ben. Ik kan het zelf zeggen van Vincent. Vincent is daar begonnen. Hij heeft daarvoor ook wel kleine dingen gedaan. Maar die zit nu ook nog steeds in Familie, in Like Me, in allemaal grote series. Binnenkort zit hij weer in een nieuwe film, zag ik. Het wordt heel donker buiten. Ik zag echt, het was heel raar. In mijn ooghoek zie ik heel erg zon en op de achtergrond is heel donker. Creepy. Nee, maar het heeft mensen groot gemaakt en dat is een heel mooi iets. Maar ik denk niet dat er nog behoefte is aan het verder vertellen van bepaalde verhalen. Tuurlijk zou ik graag weten hoe het met mensen afloopt en dan niet op de manier hoe het in de terugkeer verteld is, maar gewoon echt, ja, 20 years later of zo binnenkort. Maar niemand zit daarop te wachten. En ik denk dat ook heel duidelijk werd toen de terugkeer gemaakt werd. Want daar werd zoveel negatieve commentaar op gegeven. En dat lees ik nu nog steeds. En dat vind ik wel jammer. Want toen, die tijd, waren we allemaal in shock over de 5. Raise your hand. Misschien andere mensen niet. I'm so sorry. Ik was er wel in shock. En ik heb daar heel lang slecht over gelopen. En nu nog steeds. Als ik daar dingen wel zie, denk ik echt, hoe vreselijk kan je het hebben, alsjeblieft. Ah, nee. Sorry. Ik weet dat er ook mensen zijn die het nu een kans aan het geven zijn, nu het op Videoland staat, maar no, voor mij niet. Nee, ik ga het niet eens een kans geven. Ik heb dat ooit geprobeerd, ik heb stukjes gezien. It's not my cup of tea. Maar
weet je, toen in die tijd waren we dus blij dat de terugkeer er nog was, dat een aantal personages toch weer terugkwamen. En het was toch toen ook al niet meer wat het was. En die reunie laatst, of ja, laatst, het is ook al bijna 3 jaar geleden, toch? Dat was wel leuk en aangenaam verrassend, want daar was ik ook heel sceptisch tegen. Maar dat was wel een leuk iets geworden uiteindelijk. Maar dat is dan weer niet acteren. Dus dat, ja. Maar als het toch moet gebeuren, een 20 years later versie, hoe het nu met iedereen gaat, wie is er nog samen, misschien nieuwe mensen. Maar echt weer zo'n mysterie, I don't want it. Dat was even een heel uitgebreid antwoord op deze vraag, maar oké. Volgende vragen zijn van Anubis van. Stef, zo leuk. Thanks. De vragen. Hoe denk jij dat het leven van elke bewoner verder is gegaan? Dus ook van Noah, Mick, blablabla. Ja, als we moeten, dus alweer moeten verder gaan op die terugkeer. Ja, Jeroen heeft een dumpzaak. Noah is in de verste verte niet te bekennen. Dus die heeft gewoon zijn eigen zielige leven opgebouwd. Door verder loesje zaken te doen en mensen te chanteren. Al die shit. Even kijken, wacht. Ik ga zo'n beetje proberen volgen op de poster. Dat is handig. Ik ben nu heel random met Jeroen, omdat dat mijn eerste beeld is wat me brengt naar die terugkeer. Nienke, verpleegster, die ik daar wil nog steeds doen. Intussen dan wel weer samen met Faap, die nog steeds in het zand aan het graven is. Heel gezellig. Die zullen dan wel samen, denk ik. Of er zo'n dikke ruzie moet zijn. Nee. Ja, ik denk door de koppigheid van Nienke dat we nooit echt samen kunnen blijven. Ik gun het hen, maar nee, ik gun het hen eigenlijk niet. Ik weet het niet. Oh, dat is echt erg. Maar oké, dan hebben we Ab en Amber. Ik wil dat Ab terug zijn oude zelf wordt. Sowieso. In de terugkeer is dat helaas nog niet gebeurd. But we all want it. Zo. Dus laat dat alsjeblieft gebeuren. In mijn hoofd is dat ook gebeurd. En Amber die heeft hem dan weer laten vallen, want as we know valt Amber op een bepaalde bevolkingsgroep. Om het even mooi te zeggen. Maar ja, ik moet oppassen met de woorden die ik zeg, sorry. Nee. Dat is ook zo. Amber zag eerst de app nooit staan om er verder mee te gaan. En dan ineens, na al die tijd, dan, ja, ik heb het er een beetje lastig mee ook. Maar oké. Okay. Iedereen zijn smaak. Ik val op eerste app. Amber valt op tweede app. Het is perfect mogelijk. Mick, als je in de serie hoort, wil hij dus met zijn sportbeurs verpleging of dokter ook studeren. Ik denk niet dat hij dat ooit gedaan heeft. Volgens mij is hij gewoon een of andere atleet, sporter. Heeft hij zijn eigen sportschool? Waarom niet? Patricia en Joyce, die zijn dan naar Amerika gegaan om iets te studeren. Maar wat ze precies gestudeerd hebben, dat is volgens mij nooit gezegd. Maar ik denk Joyce, dat zo'n type is die daar dan wel zou blijven. Patricia die komt terug voor kleine Robbie en kleine Robbie heeft een fotozaak. Patricia, ik verzin het allemaal ter plekke trouwens, ik heb hier niet over nagedacht. Patricia die helpt daar, denk ik. I don't know. En ja, Joyce die is ergens volgens mij in Amerika blijven hangen en die doet daar iets met advocaten ding ofzo. Dat zie ik eigenlijk, juristen ofzo. Dat zie ik eigenlijk wel doen. En dan hebben we Noah. Noah is gewoon terug naar Egypte prinsesje spelen. I don't know. Ik kan ook, ja, er zitten een aantal dingen wat ik nu gezegd heb in mijn verhaalhoofd. Ik heb nog niet gezegd wat Ab doet. Ab, in ons verhaal van mij en Sid is Ab een IT'er, computerspelletjesmaker iets. Dus ik denk dat ik dat dan ook wel weer zou kiezen. Ja, heb ik iedereen gehaald dan? Victor is dood. Oh, wat erg! Oh, padoemtje. Oké, nee, ja, oké. Dit is mijn random ideeën over personages. Ja, ik weet niet. Denk je dat ze ooit nog een keer een reunie gaan doen? Het zou leuk zijn. En sommige mensen onderling doen dat wel eens. Zoals Iris en Lucia en Kamze en Iris. En ja, ik en Ach. Wat? Ja, ik heb Ach het afgelopen jaar wel een aantal keer gezien. Dat vind ik wel leuk. Daar zijn niet altijd foto's van. Dat is gewoon random een moment dat ik hem zie op straat. En dan vind ik het ontzettend leuk. Maar ik ga niet als een dolle griet erachter lopen om een foto te vragen. Dat, ik heb het 1 keer willen doen, maar ik heb mezelf kunnen inhouden. Ja,
Maar Irene, ik weet het niet, misschien komt het ooit nog wel een keer. Maar dan moeten ze het wel beter aanpakken dan die keer toen, want dat was echt een beetje flut. Ik hoopte gewoon toen iedereen lekker vragen stellen aan elkaar en ja, was een beetje mislukt. Klein beetje. Wat denk je dat Iris en Gamze bedoelen met hun nieuws project? Geen flauw idee. Hun kennende kan het wel iets met rechten van iets zijn. Iris is heel erg into de natuur. En Gamze is dan weer met vluchtelingen en dat soort dingen allemaal. Maar het kan ook iets zijn met acteren. Dat ze weer samen ergens in een of andere serie of film iets gaan doen. I don't know. We zullen het zien. De tijd zal het zeggen. Denk je dat Amber en Mick nog een kans hadden gehad? Wat dacht je van een chip? Goh, Amber en Mick. In seizoen 1, ja, het is allemaal nog zo pril. Ze hebben daar in seizoen 2 ook weer eventjes een momentje dat het lijkt alsof ze weer wat samen zouden komen. Had ik misschien wel graag gezien dat ze toen weer eventjes samenkwamen. Want ik vind hun op zich wel echt een leuk koppeltje samen. Maar, ja, yeah, I don't know. Wat vind je, ja. Ik weet niet of ze. Mick is zo'n player. En met Joyce heeft hij natuurlijk wel een beetje beseft van. Dit is echt liefde en van niemand houden en zo. Ook midden door wat Vaap allemaal zei. Dus misschien heeft hij daar wel geleerd om mensen te. Hoe heet dat? Een band met mensen aan te houden. Like, een relatie aanstaande te houden. Dus ja. Maar ik denk niet met Amber. En ook niet meer met Joyce. En ook niet meer met Sophie. Ernstig. Ook niet meer met Mara. Allemaal zoveel. Toch nog een beetje van je Anubis-stash. Heel veel van die spullen zitten in bakken. Ik denk hier of op mijn kast. Dus dat ga ik niet doen. Maar als je hier kijkt, zie je de boeken daarachter. De DVD's, de CD, de spelgame, een lamp. En dan hier mijn mooie klok, ook al zie je hem niet goed door het licht nu. En er hangen hier overal mooie posters. Maar er is op zich aan mijn stash niks veranderd sinds die ene video die ik gemaakt heb. Dus als je er nog benieuwd naar bent en je hebt dat nooit gezien, check die video. Hij staat in de playlist, Anubis playlist. Dus check. Stieboene. Ik weet niet met welke hand ik het moet doen. Eigenlijk moet het met de kant van je hart. En dat is links? I don't know. Fuck it. Vraag van Sid. Daar wil ik ook weer zijn. Ja, kut corona. Het kan niet. We kunnen niet eens afspreken. Ik ben echt fucked up. Maar oké. De vraag is. Wanneer gaan we weer naar Mortsel? Ja, vanaf het kan. Dan als je een keer een dagje in Antwerpen bent. Ik heb nu een heel chille lijn ontdekt hoe je er komt. En dat is veel handiger dan met die treinen wat wij eerst deden vorige jaren. Dus gaan we dat zeker doen. Wanneer maak je weer eens een fan-edit? Ik heb wel een paar ideeën. Maar de zin om dat kreng mijn computer aan te zetten is weg. Anders zou ik dat wel willen doen. Maar ik heb zeker wel ideeën. En er komt wel ooit nog een keer een edit. Maar ja, ik moet even de tijd vinden ten eerste om het te doen. En ik moet echt 100% in die mood zitten. Want anders lukt het niet echt. En een goede muziek vinden. En een goede... Ja, een paar goede beelden, maar ik heb wel wat ideetjes. Random. Ik klikte op de reactie. Wat maakt Anubis voor jou zo bijzonder? Ik weet niet. Je kan het gewoon toch soms met dingen... Er zit er een vliegje. Je kan dat ook met dingen hebben, dat je er zo gefascineerd door bent en dat het je leven overneemt of zoiets. Ik weet niet. Ik had het vroeger ook met spring. Vroeger was spring mijn grote ding. En toen kwam Anubis en toen was deze Anubis het grote ding. En toen, ja, ik weet niet. Ja, ik ken mijn idool op het moment door Anubis. Ik ken mijn beste vriendin door Anubis. Ik ken zoveel leuke, lieve mensen door Anubis. Ja, ik heb er veel dingen door meegemaakt. Het was ook een van de eerste series of programma's iets... Waar ik van mijn moeder naar shows van mocht. Naar fandagen van mocht. Ik weet niet, op de een of andere manier. Ik had die vibe bij Spring ook. Ik wou ook heel graag naar concerten van Spring. Ik ben ooit één keer toen ze hier in de buurt kwamen naar een concert geweest. En één keer naar een fandag in Plopsaland. Toen was ik nog best wel jong ook. Dus ik snap wel dat mijn moeder dat niet allemaal deed.
Maar bij Anubis was dat ineens zo anders. Ik mocht naar de eerste show, ik mocht naar de tweede show, de derde show wou ik niet heen. We gingen verschillende keren naar fandagen waar mama zo lang stond aan te schuiven met mij om één foto te hebben met iemand. Dat is zo crazy. Ja, ik kreeg al die spullen, dvd-boxen. Ik heb nooit een dvd van Spring gekregen. Ja, wacht, ik lieg. Een show heb ik een keer gekregen en dan twee dingen uit de krant. That's it. Maar verder, bij Anubis was mijn moeder ineens zo van, oké, ja, je krijgt dit en de dekbedden en de dvd's en de en dat was in die tijd echt heel duur. Je betaalde fucking 35 euro voor één dvd-box. Nee, 45, excuus. 45 euro voor een dvd-box, like, met één seizoen. Dus, ik weet niet wat dat toen was. Ik denk dat mijn moeder ook zei hoe serieus ik het meende, dat ik dat echt een heel leuk programma vond en daar helemaal into was. En ja, en op die manier is het echt in mijn leven gesprongen ofzo. En Anubis blijft een dagelijks iets waar ik gewoon over praat. Niet per se de serie kijken of iets, maar gewoon het komt wel elke dag een keer te sprake. En dat vind ik wel heel mooi. Oké, okay, volgende vragen. Van Sibunake XX. Heb je al iemand ontmoet van de set? Hoe waren die? Wie was het vriendelijkst? En ja, het verhaal daar rond. Zoals ik al zei, dus ik ging naar de fandagen. Daar heb ik Loek, Nienke, twee of drie keer? Ik twijfel, ik wacht, hoeveel keer ben ik naar de fandagen geweest? 3 keer, volgens mij. Ja, in ieder geval. Ik ga niet op het aantal keer. Ik denk dat ik 3 fandagen gehad heb. Loek, Iris, Vincent, 2 keer ook. Marieke, 2 keer ook. Lucien. Lucien was de eerste keer. Dat was heel grappig. Okay, en dat was denk ik hun 5. Dan ben ik natuurlijk ook naar de shows geweest. Dan heb ik in principe iedereen live gezien. De show 1 en 2, Graal der Eeuwige Vriendschap en Spooktheater. En vervolgens na Anubis heb ik Lucien gezien. In het studenthotel natuurlijk. Verschillende keren, nu zelfs vorige maand nog, de laatste keer dat ik in Amsterdam was, heb ik hem nog zien lopen. Ahmed, verschillende keren ook al. De eerste keer was op de set van Glad IJs. Nee, ho, wacht. De eerste keer was aan zijn deur. Heel vaag. Waar hij vroeger woonde. We hadden dat achterhaald en toen gingen we aan die deur staan. En dan hadden we toch de bluff om aan te bellen en like. Hebben we voor de deur een foto gemaakt. De tweede keer was het dan glad ijs. Toen was ik heel bang om hem terug te zien. Want ik dacht dat die vent echt heel boos zou zijn. Over dat van die deur. Maar gelukkig niet. Het is een heel lieve jongen. En ik heb dat adres ook nooit misbruikt. Ik weet nu ook zijn huidige adres. Hoe ik dat weet ga ik trouwens allemaal niet aan jullie neus hangen. Ik hoef het eigenlijk ook allemaal niet te zeggen. Maar oké. Ik ben ook geen creep. Zoals ik al zei, ik heb respect voor die man. En buiten daar in de buurt een keer gaan rondlopen, doe ik er helemaal niks mee. Het is niet dat ik elke week briefjes schrijf of bel of wat dan ook. Dat doe ik allemaal niet. Maar ja, en dus laatst ook nog zien rondlopen. Sven zie ik ook regelmatig rondlopen. Of ja, regelmatig als ik daar in de buurt ben. Is ook al gebeurd dat ik hem op de bank zie zitten met haar. En verder, dat is denk ik. Ja, verder heb ik nog nooit iemand in het wild gespot. Helaas. En wie was het vriendelijk? Ik vind, ja, mijn ervaring met Ach is toch het leukst. En Iris was ook super lief. En het grappige is, we hebben Iris op... ja, Iris hebben we trouwens bij Pathé een keer gezien. Bij Tuschinski. Iris, die heeft ons op Facebook, of we hebben haar op Facebook, het is maar hoe je het ziet. En ja, dat was zo crazy, want ze zei echt tegen mij, zit, ik ken jullie. En we waren like, wat? Maar toen later dachten we, oh ja, Facebook, of course, we plaatsen wel eens een profielfoto. Ze kreeg dat gewoon op haar timeline. Maar goed. Wat vind je van de fanbase? De fanbase van Anubis is soms irritant, is soms heel gemeen. Dat zeg ik allemaal uit persoonlijke ervaring. Maar er zitten ook heel lieve, leuke mensen tussen. En meer ga ik er niet over. Ik zit helemaal nu zo uit frustratie een beetje. Omdat ik al in... laat het ons op 6, 7 jaar houden. Heb ik heel veel meegemaakt. En dat waren niet altijd heel leuke dingen.
Mensen hebben heel rottige dingen gezegd al tegen mij als het gaat over fandom Anubis. Daar is ook heel vaak ruzie in om de domste dingen, eerlijk. Maar ja, je zit met zoveel types mensen en ja, het is een beetje geven en nemen. En de ene kan veel hebben, de andere kan weinig hebben. En soms botst dat, helaas. Wat is je favoriete aflevering? Ik kan niet echt één aflevering kiezen. Als ik mag zeggen favoriet seizoen, 2.1. 2.1, 2.2. En 1.2 is ook wel leuk soms. Dan wil je, ik kan dan niet eens een seizoen kiezen, dan moet ik een aflevering kiezen. Wie zou een LGBT koppel kunnen zijn? Ik koppel niet graag mensen als het daarom gaat. Ik zie dat heel vaak op Twitter ook. Oh, Patricia en Joyce hadden echt een, zijn echt een perfect koppel. Of, oh, Jeroen en Appie zijn zo gay. Like, nee mensen, zo werkt het niet. In de tijd van Anubis was Studio 100 helaas nog niet zo erg bezig met LGBT. Was de wereld überhaupt nog niet zo erg bezig met LGBT. Wat jammer is. Want nu tegenwoordig, als ik bijvoorbeeld naar een Campus 12 kijk, daar zijn gewoon twee meisjes aan het flirten met elkaar. Ik vind het goed dat series dat er nu in verwerken, zeker Studio 100 kinderseries, of dat K3 zingt over prinsesjes en supermannen. Waarom mag een jongen nooit prinsesje zijn? Like, vind ik ontzettend goed, maar in Anubis was het gewoon niet aan de orde, dus ga ook niet dat soort dingen insinueren. Als je dat voor jezelf in je hoofd wil doen, met een groepje vrienden, ga er volledig in op, maar valt er verder niemand mee lastig. Ik heb het ook al op Twitter gezegd en toen kreeg ik dus weer ruzie met een deel van het fandom. Maar oké, okay. Wat vind je van de remakes, hè? Osiris en die andere Nederlandse? Ik heb het ook niet zo op de remakes. Nogmaals, dus ik en Sita hebben ons verhaal en dat is ook een soort van remake-achtig iets. En wij hebben daar ook dingen van online staan. Ik heb daar trailers van gemaakt. Ik heb daar een Wattpad verhaal van. Ja, oké. Okay. Maar daar stopt het ook. wij zijn niet zo gek, ook al denken we daar soms wel eens over. Want wat nu als we die mensen vragen en dat we daar gaan filmen. En maar dat kan niet. Dat zijn vage, malle dromen van ons. En ik vind het ontzettend leuk als je met je groepje ook dingen wil naspelen. Maar om het nu echt op online te zetten en dat allemaal te doen, ik weet niet. Ik heb het daar niet zo op. En vooral die Nederlandse remake, die hebben gewoon echt letterlijk geld gevraagd aan fans, Anubis fans. En hun een soort van wijs gemaakt dat het een nieuwe Anubis was. Vind ik helemaal niet oké dat je spullen gaat verkopen die zogezegd props uit je serie. Dat je het logo gaat helemaal kopiëren. Ook al vraagt Studio 100 om het te veranderen, dat je er bijna niks aan verandert. Like, soundtracks zomaar gebruiken. Ik heb het daar pittig moeilijk mee. Sorry. Dus ik ben daar geen fan van. De vraag van Anubis Live 99. We zijn er bijna doorheen trouwens. Hierna heb ik nog één blokje. Het wordt echt een lange video. Geweldig een keer. Welke koppels zouden volgend jaar nog samen zijn na 10 jaar en het einde van de show? Dat heb ik net al een beetje beantwoord. Dus ergens gun ik het Fabian en Nienke, maar ergens ook niet. En verder, ik weet niet, ik denk niemand. Als je dan moet afgaan op die terugkeer. Niemand, helaas. Kan je ooit een personage-based make-up tutorial doen? Die vraag vind ik zo ontzettend leuk en dat wil ik zeker proberen. Alleen, de meeste van hun hebben heel vaak eyeliner op. En ik ben echt, ik hoor het geluid, what the fuck is het? Ik ben echt heel slecht met eyeliner. Maar ik wil het wel proberen. Want het, ik las het toen de eerste keer en ik vond het echt een ontzettend leuk idee. Dus misschien komt die er wel in de toekomst aan. En kan je je gevoel beschrijven als je Anubis kijkt? Tegenwoordig is dat mixed feelings, want het is ja, nostalgie een beetje al, want ja, we worden er niet jonger op. Like, ik was 11 toen Anubis begon, ik ben er nu fucking 26. Time flies when you're having fun. Dus ik kan er echt naar kijken dat ik het echt leuk vind en erin zit en meedoe een beetje zelfs. En dan kan ik ook kijken met een beetje een triest gevoel dat ik denk, het was zo mooi en het is voorbij en jammer. En zeker als er droevige of een beetje
kwaadaardige momenten zijn, zoals ik zit nu in het stukje met Robbie die de tiara gebroken heeft van Miss Holland. En dan denk ik, arme Robbie, en doe iets en vertel het aan je vader. En dan zit ik me helemaal te frustreren om die kut check. En dan, ik heb dat ook met Jimmy al. Hè. De periode dat ik Jimmy kijk, dan denk ik echt, kut Jimmy, sla hem, pak hem. Ja. Zo ben ik. Ik leef heel erg mee in de moment. Maar ik kan er ook echt met heel veel plezier naar kijken en met heel veel inleving. En zoals ik al zei, ook het spelletje met jezelf, dat je kan dingen ontdekken die je nog nooit gezien hebt. Want dat gebeurt zelfs bij mij nog. En ik heb het al echt zo vaak gezien. Maar nu ik het op tablet kijk, let ik echt op de kleinste details. En dan... Hey. Volgende vragen zijn van Joris Cezo. Cezo. Sorry. Heb je de vijf al een kans gegeven? Just saying, ja, maar it's a no for me. Wat zijn jouw character development geweest zijn in Anubis? Als ik zelf een karakter was, hoe ik dan zou zijn? Ik heb daar wel eens over nagedacht. En vroeger, sorry, vroeger schreef ik mezelf wel eens in Anubis in. Dan was ik ten eerste... Want toen ik dat begon te doen, waren we al iets verder. Toen was ik de vriendin van Ab. Hoe zou dat toch komen? Ik heb geen flauw idee. Nee, en ik omschreef mezelf altijd een beetje als iemand die van elk ander personage een klein stukje van het karakter heeft. Maar toch zichzelf is. Dus het grappige van Ab. Toch een beetje het dreigende van Jeroen. Een soort van. Het zachte van Nienke, het make-up van Amber, het stoere van Patricia, toch wel op bepaalde momenten een grote bek kunnen hebben. Zie je, zo omschreef ik toen mezelf een beetje. Ik weet niet of het kan, überhaupt, maar ja. En trouwens, ik heb ook ooit mezelf in Patters heeft zonde geschreven. En toen zag ik wat Joyce bij Mick heeft in die grot. Dat ze hem dan vastpakt en dan mee versteent. Dat zou ik bij Ab hebben. Dat ik denk, nee, niet doen. En dan... Versteen. Even een leuke fun fact. Wat is je eigen zelfgemaakte materiaal van Anubis? Als in video's? Ik heb heel veel fan edits. Maar verder... Ik heb ook wel zelf een Anubis liedje geschreven. Niet zo boeiend meer. Ja... Dat is het. Ik heb niet zelf gemaakte goodies of zo, denk ik. Waarom had je het zo moeilijk met de reunie? Omdat ik dacht dat het heel anders zou zijn. Uiteindelijk vond ik het heel leuk. Ik had ook nooit verwacht dat Ach zou meedoen. Ik dacht echt dat is de laatste die ze daarvoor gestrikt krijgen. Maar toen ik zag, een paar dagen ervoor of een maand ervoor denk ik ongeveer, gingen ze het opnemen. Dat hij in de Kennedy tunnel en dan met zijn oogje erbij. Ik dacht, oh my god, jij gaat serieus naar Plopsaland toe. You gonna do the reunion. En toen die dag zelf, toen Iris en Lucien ook onderweg waren, dacht ik, ik moet naar Plopsaland. Maar ja, dat is €40 treinticket. Heen en terug voor mij. Dus ik dacht, ja, laat maar. Want wie weet zie ik ze ook gewoon niet. Dus ja, maar ik heb echt op het punt gestaan om dat wel te doen. Maar ja, ik had het er gewoon in het begin moeilijk mee. Ik dacht, geen Ach, ik wil het niet zien. Ze gaan waarschijnlijk Kevin vragen. Vind ik helemaal niet leuk. Allemaal fragmenten. En misschien met vragen van mensen die ik niet kan uitstaan. Like fandom life. Ja, daar was ik een beetje bang voor. Maar het is allemaal heel mooi uitgepakt en heel goed. Dus uiteindelijk was ik wel blij natuurlijk. En de allerlaatste vraag. Favoriete song? Daar twijfel ik altijd tussen. Kunnen Steen zomaar iets vertellen? Het geheim en Patters even zonder. Die vind ik alle drie wel heel mooi. En verder vind ik ook Mooi Lief Zacht mooi. En ja, ik vind heel veel van de liedjes mooi. Maar ik denk... Kunnen Stenen bouwt toch nog net iets meer op. Maar qua tekst vind ik dan weer Het Geheim net iets leuker. En de Duitse Mooi Lief Zacht is ook heel mooi. Of Ware Liefde, sorry. De Duitse Ware Liefde is heel mooi. Maar goed. Dit waren alle vragen. We hebben een half uur gepraat over Anubis. Wat allemaal heel leuk is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Heb je toch nog vragen die nog niet beantwoord zijn in dit half uurtje en... Wil je daar echt super graag een antwoord op? Laat ze achter in de comments. En dan beantwoord ik ze misschien een volgende keer. En verder, tot de volgende video. En bedankt voor het kijken. Doei!